De Stichting Trainingsproject voor Jeugdige Gehandicapten in Suriname, TJG, bestaat 35 jaar. In dit kader heeft zij een feestweek georganiseerd met verschillende activiteiten. Eén daarvan was de lezing die op 28 oktober is gehouden in de congreshal. Het doel van de stichting is vooral om jeugdigen tussen 14 en 20 jaar met een leerbeperking om die vaardigheden aan te leren. Dit moet ze in staat stellen om een actieve bijdrage te leveren op de arbeidsmarkt in Suriname. De stichting TJG doet dit door het verzorgen van beroepstrainingen en sociale begeleiding aan de doelgroep. Ook arrangeert ze stageplekken en treedt op als arbeidsbemiddelaar voor de plaatsing van de opgeleide. Minister Dondogoyo van Sociale Zaken gaf aan dat personen met een beperking een deel zijn van elke samenleving. Volgens schattingen van de VN heeft 10% van de totale wereldbevolking een beperking. En veel personen met een beperking die leiden een geïsoleerd bestaan en kregen nauwelijks de mogelijkheid zich te ontplooien. En daar willen we vooral verandering in brengen. Tegenwoordig wil de persoon met een beperking zich meer en meer ontwikkelen. En wordt de stem van deze doelgroep steeds luider. Dat merk ik elke dag op kantoor. Waarbij verschillende organisaties steeds weer aan de bel trekken voor aandacht vanuit het beleid voor deze groep. En de doelgroep geeft daarom ook aan zo min mogelijk afhankelijk te willen zijn van liefdadigheid. Maar ze willen juist in de gelegenheid gesteld worden zich naar hun eigen kunnen te ontplooien. Om daardoor in staat te zijn om volwaardige bijdrage te leveren aan de maatschappij met waardering voor prestaties. De inleiding tijdens deze lezing was getiteld Speciaal onderwijs, belemmering of nieuwe kans. De inleider was Annelot Themen, orthopedagoog van de praktijk Kompas. Zij gaf aan dat ze in de praktijk vaker kinderen tegenkomt die verwezen worden naar het speciaal onderwijs. Ze poneerde enkele stellingen en het aanwezige publiek kon dan haar mening geven middels hun vlaggetjes. Rood was oneens en groen was eens. Als een kind in het speciaal onderwijs zit, is het niet zo erg als het kind af en toe een dagje school mist. Niet iedereen vlagt. Rood is, ik ben het er niet mee eens. En groen betekent, u bent het er wel mee eens. Niemand is het met deze stelling eens. Dat verheugt mij enorm. Toch komen we in het veld regelmatig tegen dat zowel ouders als anderen denken van het is toch speciaal onderwijs, dus het is niet erg als het kind een dagje school mist. Of om andere redenen hun kind niet naar school sturen, omdat het bijvoorbeeld ver weg woont. En de school, er zijn weinig scholen voor speciaal onderwijs, dus voor sommige kinderen is het moeilijk om die school te bereiken. Het zijn aandachtspunten waar we vanuit de overheid, maar ook als particulieren en instellingen, die we niet uit het oog moeten verliezen. Aldus Annelot Themen, die afgelopen woensdag in de congreshal een inleiding heeft gehouden over het speciaal onderwijs. Dit gebeurde tijdens de lezing van de Stichting Training Jeugdige Gehandicapten in Suriname.